bart. Happy New Year! Happy New Year! Dat was heel braaf. En sowieso zouden ze allemaal bezet zijn dan. Ik heb mijn broek op mijn knieën en mijn hoofd zat tussen mijn knieën zo. En het wachten is weer op Bart. Oké, hallo! Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En we zijn allemaal bij elkaar. Ik heb geen idee wat er te wachten staat. Nee, het gezin. Jax is daar, die pakken we zo ook nog wel even ligt erbij. In de box. Heeft Yola gemeenschappelijke eigenschappen met stiefpapa? Oh, dat klinkt zo... met Bart. Jullie zijn allebei super echt tot in den treuren begaan met dieren. Dus als er zo'n niertje loopt, dan mag die niet doodgestapt worden. Of als er een hondje op schoot zit, dan moet die geaaid worden. Jullie zeker? Ik heb dat heel extreem en Jo heeft dat wel behoorlijk overgenomen volgens mij. Maar het zit ook wel een beetje in jou, hè? Ja, maar ik zou een bacterie niet gaan doodstoppen. Ik vind het eng en vies. Ha! Welk soort type boodschappers zijn jullie? En dan staat hier rotte feestdagen. Vrolijk, geïrriteerd of gestrest? Hongerig. Allemaal. Allemaal. Het is een verschrikking. Ja, dat ligt echt per keer is het verschillend. Soms hebben we wel de aangezien tijd. Aangezien veel mensen gestrest. Rond deze periode schijnen te veranderen in een monster. Ja, dus dat. In deze maar periode is het wel gestrester dan. Niet zo door elkaar heen praten. Zonder Bart is het 5 minuten en met Bart is het 2 uur. Ja, maar dat komt omdat de auto aan het laden is ondertussen dan. Nee, dat komt omdat jij bij elk pierenwielie-wielie-walletje gewoon een uur staat te twijfelen wat je gaat nemen. Nee, ik ben gewoon bedachtzaam. Ja. Wat is het meest beschermd? Schamende dat je ooit overkomen is toen je dronken was. Op de wc in slaap gevallen. Heel vaak! Maar ook gewoon met mijn broek op mijn knieën en mijn hoofd zat tussen mijn knieën zo. En ook een keer in een discotheek toen die al soort van helemaal dicht was. Ik heb een keer gehad in een discotheek, toen was ik echt heel erg dronken. En toen was het om 1 uur of 2 of zo, s'nachts. Ging ik even naar de wc, toen was ik in slaap gevallen. En toen werd ik wakker van de schoonmaaksters die op de deur aan het bonken waren. Want toen was het 7:30 ochtends en iedereen was weg. Ook de mensen met wie ik was. Dus dat is vrij beschamend. Ik kan daar niet overheen hoor. Nee, tuurlijk niet. Ik doe nooit gekke dingen. Ja, ja. Als je 1 dag iemand anders zou willen zijn, zou kunnen zijn, wie zou je dan willen zijn? Sanne, Wevers. Iemand met superkrachten of zo. Hello, bitches. Hello, bitches. Nee, ben ik al niet geweest, dus dat hoeft niet meer. Wat doen jullie als je op het toilet zit? Ik zit meestal op mijn telefoon nog een artikel te lezen of zo. En dan zit ik ook veel te lang op de wc. Als ik niet in slaap val. Ik zit gewoon, weet ik niet, zo te... Jij zit altijd super lang op de wc. Ja, een kwartier. Nee, maar de laatste tijd ga ik al steeds iets korter. Oh, dus zit de laatste tijd minuten. Zit ik al in 1 minuut. Okay. Nee, echt waar. Ik ben net naar de zee geweest en toen deed ik 1 minuut over. Ook al had ik veel te veel poep. Gewoon even plassen. Oh, oké. Okay. Wat is jullie mooiste herinnering samen als gezin? Oh. In de zee. Juist als wij dat tegen elkaar aandoen en we knijpen heel hard met onze ogen dicht, dan als we bijvoorbeeld pijn hebben of zo, dan denken we aan dat moment dat we dat hebben gedaan. Maar dit moet je niet vergelijken met pijn. Nee, nee, het is meestal als we gewoon een heel mooi moment hebben wat we willen onthouden. En dan sla je dat moment eigenlijk op in je hersenen en dat relateer je dan aan je vuist. Dus als je dan een keer wat minder lekker in je vel zit of zo en je maakt die vuist... Dan denk je aan het moment. En we hebben al heel wat vuistmomentjes gehad. Ja, heel veel. Ja, wat was de mooiste dan? In de zee. In de zee. Ja, die herinner ik me ook het meest. Love you more, that is all we're living for. Het mooiste moment vond ik was voor mij afgelopen jaar ook wel dat Yola het ziekenhuis in kwam lopen en dat ze Jax voor het eerst zag. Ja. Ik hou van je schat. Wie is dat? De broodje. Hou maar eens je vingertje daar, dat iedereen knijpt. Ziet hij nog even. Kleine. Hoe vindt Yola het om een grote zus te zijn? Jax is zo cute. Ja,
ik vind het heel leuk. Ja, vooral van dit schattige mannetje. Heeft Bart eigenlijk broers of zussen? Nee! Jammer, hè? Ik ben enigst kind. En ik ben een enig kind geweest. Dat was heel braaf. En sowieso zouden ze allemaal bezet zijn dan. Wat vinden jullie het leukst aan elkaar en het stomst? Ah, wie mag eerst? Ik. Het stomste vind ik aan Bart dat hij altijd met mij bemoeit. En het leukste vind ik aan Bart dat... Oh, liefje. Het leukste is van Dies dat ze gewoon zo lekker zichzelf is. En ondernemend, vind ik ook heel leuk. En Jooltje, die luistert gewoon heel goed. En ze doet het best op school. En ze is gewoon hartstikke lief tegen iedereen. En Jax, ja. Jax is gewoon, kijk maar naar het kopje. Ja, dat zou ik ook al zeggen. En het mindere is, ja, dat hij een beetje huilt. Maar ja, het is een baby, hè? Dat is normaal. Het stomste aan Bart vind ik dat hij... Chips in bed eet. Ja! Dat vind ik het stomste. Dat is het meest irritant, hè? Dat kraken. Popcorn. Iemand die eet naast je, dat kan gewoon echt niet. Gelukkig slaapt ze altijd na 5 minuten. Dus daar merk ze er niks meer van. Dus ik hoef gewoon alleen maar 5 minuten te wachten met eten. Ja, en het leukste aan Bart vind ik zijn looks. Nee hoor, nee. Omdat krijg je ervan echt... als je nooit iets laat doen? Nee. Het leukste aan Bart vind ik dat hij heel empathisch en lief is. En het leukste aan Jola vind ik ook dat ze heel lief is en ook heel erg empathisch. Ik heb nog iets stoms voor mezelf. Dat ik nooit opruim. Het stomste aan jezelf? Ah, dat is ook wel een goeie. Jola, je rommel komt. Wat vind jij het stomste aan jezelf, Dies? Het stomste aan mezelf vind ik dat ik moeilijk dingen los kan laten. En dat ik in mijn hoofd altijd mega druk ben met heel veel onnodigheden. Mm-hmm. En jij, Bart? Dat ik heel veel plan, maar dat ik maar 50% doe. Of misschien iets meer. Maar dat ik de taak allemaal afkrijg. Oh, hij is moe. Ben je nu al zijn we zo slaapverwekkend, Jax? Een beetje pas net uit bed. Allerliefste Pumpy Humpy. Ja! Ja! Moet je wel eens lachen voordat je het dansje in het vliegtuig doet? Je weet wel, oh ja, Flight 17. Maar soms dan sta ik op mijn hakken en dan beginnen we al met taxiën. En dan ga ik zo. En dan val ik half om. En ik ben dan ook echt zo'n kluns die ook echt bijna omvalt. Dus dan moet ik wel een beetje lachen om mezelf. En sommige mensen zien dat dan wel een beetje. Oh, dat is ook nog een ding trouwens. Ik ging net even te binnen wat ik leuk vind in jou. Dat ze zo kluns is. Nooit meer chocola of nooit meer pizza? Nooit meer pizza. Nooit meer pizza. Nooit meer pizza. Op wat voor moment schaamt Jola zich voor jou? En had jij dit vroeger ook bij jouw moeder? Waar schaam je je voor? Soms doet ze het buitenhuis. En dat is niet leuk. Ze doet dan hele gekke dansjes. Oh, ik dacht pulleken. Hele gekke dansjes? En pulleken, ja. Wat voor gekke dansjes? Dat is als ze heel vrolijk is en dan doet ze gewoon even gek. Hoi, hele fijne feestdag. Groetjes, doei. 2019 doel. Ik ga in 2019 minder uitstellen, minder uitstellen, minder uitstellen en beter eten. Mijn voornemen voor 2019 is nog vaker nee zeggen tegen alles en iedereen, zodat ik meer tijd over heb voor moi en mijn gezin. Mijn goede voornemen voor 2019 bij mij is dat ik weer gewoon hard aan de bak ga met turnen. En dat ik steeds beter ga worden, want nu heb ik steeds meer dat ik wil doorzetten omdat ik Sanne Weefs gisteren heb gezien. Hey! Oh, wat is het hier? Happy New Year! Happy New Year! En een gezond en gelukkig 2019. Later! Doei doei! Rock the joint!